Je bent ambassadeur voor Your World. Kan je misschien uitleggen waarom je dat bent? Ik ben vanaf het begin eigenlijk ben ik erbij betrokken. Ik zei van, heb je interesse om wat te doen? Ik zeg ja, natuurlijk. Ik bedoel van, ik ben hier opgegroeid in Rotterdam. Ik bedoel bijna 25 jaar gewoon. En ik bedoel van ja, iets terug doen voor Rotterdam, dat is toch altijd leuk. Hè? Ik had ook tijd ervoor. Dus, Heb je een beetje een idee van wat het inhoudt, wat je precies gaat doen voor als ambassadeur? Het is, ja, voor mij is het echt verschillend. Kijk, ik bedoel, ik heb natuurlijk ook wel een hoop andere dingen te doen. Dus het kan verschillend zijn. Ik kan ergens bij een workshop aanwezig zijn. Of ze helpen me bijvoorbeeld om zeg maar, bepaalde contacten. Weet je. Ik bedoel, het is verschillend. Het is moeilijk uit te leggen van je doet precies dat. Weet je. Ik vind het een goed initiatief. Ik vind het echt een goed initiatief. En dat moeten ze blijven doen. Weet je. Dus na 2009 moet het ook gewoon door blijven gaan. Dat moet gewoon vervolg hebben. Ik denk dat een belangrijk boodschap is van door te vallen leer je en dan moet je weer opstaan en moet je weer verder gaan. Dus eigenlijk nooit bij het pakken neerzetten. Als je een bepaalde droom hebt, moet je er gewoon voor gaan.